ik aan vriendschap denk, dan denk ik aan een bepaalde verwantschap met een persoon en volledig jezelf kunnen zijn bij iemand. Al die muren die je opbouwt, dan te kunnen laten vallen, breken. Mijn naam is Marco Šakić. Ik ben 32 jaar. Ik kom uit Amsterdam. En ik kom oorspronkelijk uit Bosnië-Herzegovina. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Zuid-Holland. Waar eigenlijk vrijwel geen buitenlanders waren. Ik had bijvoorbeeld tot de middelbare school had ik heel veel moeite om erin te passen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar echt mezelf kon zijn. Ik ben daardoor heel goed geworden in het constant aanpassen van mezelf. Je bent eigenlijk nooit jezelf. Je leeft eigenlijk als een soort van replica inderdaad. Van jezelf constant naast jezelf wie je werkelijk bent. En ja, dat doet met je dat je heel alleen voelt, heel vaak. Voor mij was altijd excuus. Ik vind het chill om alleen te zijn, wat ook deels zo is. Maar ik was ook alleen omdat ik alleen was. In de ene cultuur ben je altijd degene die in het Westen woont en die er bepaalde rare normen en waarden op nahoudt. En hier ben je altijd de buitenlander die maar gek is en raar en gekke dingen doet. Ja, ik kom dus uit Bosnië-Herzegovina, wat, hoewel het in Europa ligt, toch qua cultuur en normen en waarden anders is dan in Nederland. Nummer 260. 444. Dit nummer stond dus op zo'n klein stukje papier. Het verschil tussen de Bosnische cultuur en de Nederlandse cultuur is dat er op de Balkan meer waarde wordt gehecht aan familie en aan samen zijn en aan gezelligheid en community. En het klein stukje papier, dat was een busticket. En dat was het ticket van de bus waarmee ik samen met mijn moeder en met mijn zusje vanuit Bosnië-Herzegovina naar Duitsland ben gevlucht. En deze bus bleek achteraf een van de allerlaatste bussen te zijn die überhaupt naar het buitenland ging. Op de Balkan, grote familiebijeenkomsten op verjaardagen of weet ik veel, bruiloften of whatever. Is het dan een komen en gaan van mensen en iedereen is ook altijd welkom. Het heeft ook een keerzijde. Hè? Keerzijde is dat het soms ook een sociale druk kan zijn en je jezelf haast verplicht voelt om bepaalde dingen te doen. Vanuit huis uit heb ik wel meegekregen dat ik als vluchteling, als buitenlander, wel altijd 10 keer harder zou moeten werken dan de Nederlandse knul die naast mij zit. Om op dezelfde manier behandeld te worden in dit land. Die druk van mijn schouders is bij mij wel eraf gevallen op het moment dat ik ben begonnen met dansen. Pas op mijn 17e had ik echt het lef om voor het eerst echt naar een dansles te gaan. En dat was ook uit die bepaalde ideeën die je hebt van hoe je moet zijn en wat je moet doen. De jongen hoort niet te dansen. Op advies van mijn ouders die tegen me zeiden, nou kies nou maar voor een gewone opleiding. Door die reden heb ik eigenlijk gekozen voor mijn journalistieke opleiding. Daar heb ik ook totaal geen spijt van. Dus dat is de reden dat het zo lang bij mij heeft geduurd. En dat ik pas op mijn 17e dat die stap echt pas heb durven nemen. En niet eerder. Ik bedoel, ik dans mijn hele leven al. Maar dat was altijd een soort van barrière om dat dan om naar zo'n les te gaan. Ja.
meer dansen in zo'n schoolse structuur werd gestopt, hoe meer ik voelde dat mijn passie voor dans steeds minder werd. Ik ben toen eigenlijk gedurende dat jaar erachter gekomen met een soort eigenwijze, brutale wilskracht. Ik ga het gewoon op mijn manier doen. En heb toen besloten eigenlijk vanaf dat punt zelf het werkveld in te gaan. En mezelf op een eigen manier te vormen. Als je op het podium staat, word je haast een soort ander iemand. Ik heb het gevoel dat je dan een soort van alter ego creëert. Ik ben niet mezelf als ik daar sta. Die vrijheid die je daar krijgt om te zijn en te worden wie je maar wil, die vind ik heel chill. Al die soort van sociale kaders of zo, die vallen weg op de vloer. Dus ik denk inderdaad dat het is. Het is een heel bevrijdend iets voor me.